Goedemiddag jongens, welkom bij weer een nieuwe avontuur van Pascalibbe. Het is mooi weer zoals je ziet, dus ik ben blij. En Thijs waarschijnlijk ook, want we gaan met Thijs zoeken. Thijs woont in de buurt van Slagharen en meer in het oosten van het land. En we weten in ieder geval dat daar meer stortgronden zijn ook. Ook in het noorden en in het zuiden zit ook wat meer stortgronden. En we gaan even kijken of we toestemming kunnen krijgen. Toestemming is denk ik niet zo'n heel groot probleem. Alleen de toestemming vragen, daar gaat misschien even wat tijd in zitten. Jullie zullen het niet meemaken, want jullie zien ons waarschijnlijk al op het landje. Thijs die hebben we gezien in, bij Groningen in de buurt. Dat was een zoekdag. En van Kooistra, daar zijn we heen geweest. Daar kwamen we hem tegen. En het leek hem hartstikke leuk om een keer samen met ons te zoeken. We gaan in ieder geval wat meer zoeken met mensen dit jaar. En hou je mail dus even in de gaten. Er zijn al een aantal mensen die wel wat hebben gevraagd, zeg maar. Van, hey, kunnen we samen zoeken met jullie? Dat gaan we dan ook zeker doen. En ja, we moeten even kijken hoe we dat inplannen. Maar goed, hou je mail in ieder geval in de gaten. We weten van de mensen die wel willen zoeken met ons. Van, goh, wanneer kunnen we jullie even kijken, even inplannen. Of wanneer schikt het. En dan zullen we even met Pascal samen kijken ook hoe of wat. Vandaag ben ik alleen. Pascal is er niet. Die heeft wat ander belangrijks. Dus ik ga vandaag even met Thijs samen op pad. Kan zijn dat ik met meer mensen apart ga. Als Pascal dan eerst, dan vraag ik gewoon even van, goh, heb je tijd? En dan gaan we bij jou in de buurt kijken of er wat te vinden is. En dan weten we nooit natuurlijk of er wat moois ligt. Hè. Ik hoop in ieder geval dat we vandaag wat leuks uit de grond gaan trekken. Dus ja, blijf kijken en tot bij het eerste vondje. Yes! Pascalibbe in de huis! Zo jongens, we staan op het landje. Toestemming geregeld, dat is gelukt. Dus boer, als je wel kijkt, ik weet het niet zeker, maar super hartstikke bedankt. Ik sta hier met Thijs. Ja. En we gaan dus lekker samen op pad, jongen. Een landje met het stort, waarschijnlijk. Ja, precies. Dus we zullen wel af en toe een paar keer filmen. Of we, ik. We als Pascalibbe. Ga je af en toe nog wel even een keer filmen. Even kijken of jij wat vindt, of je het leuks vindt. Ja. En ik zal hetzelfde doen als ik normaal bij Pascal doe. Dus ik pest je een beetje. Nee, joh. Dus ja, we gaan wel even zien wat we vinden. Dus ik hoop op zilver. Ja, in ieder geval voor jou. Ja. En ik hoop voor mij ook wat leuke muntjes. Maar we weten het nooit. We zien het en, wel. En ik zal jullie even meenemen. Dit is het landje. Nou, we gaan zoeken. Aardappeltjes opgestaan. Dus het is mooi, mooi vlak nu. We kunnen er mooi op. Geen stoppels. Ik heb een grote spoel gemonteerd. Dus we gaan even kijken wat hier ligt. Dus heb je er zin in? Ja. Mooi, let's go. Nou, volgens mij breng ik geluk. Want we zijn serieus net van start gegaan. Het is een eerste vondst. Ik zei nog, ik hoop zilver voor jou. Echt, het is niet normaal, gelijk jongen. Een kwartje. Je kijkt wel blij, moet ik zeggen. Ja, jongen, ik ben ook heel blij. Je had nog nooit een kwartje gevonden, zei je. Of een dubbeltje, nee. Jongen. Ja, een kwartje. Thuis even een... Nou, dat is mooi, hoor. Ja. Gelijk nu al, dat is... Ja, gelijk nu. Dat betekent wel dat we op een goed landje zitten. Dus dan kun je hier een paar keer terugkomen. Ja. Even kijken, zet nog wat op. 1848. Even een badje met soda of zo. Ja, zelfs doe ik elektrolyse vaak. Ja, dan komt die buitenlaag er een beetje af. Zoals die koek die er nou op zit hier. Met elektrolyse kun je zeg maar die koek, die tas dan een beetje aan en die laat los. Ja. En vaak dat zilver blijft dan wel heel. Maar je moet hem niet te lang erin hebben, want dan, dan gaat het allemaal kapot. Dus je moet wel opletten dat niet te lang. Als ik ouders gebruis haak om de gelijk. Gefeliciteerd Thijs. Dankjewel. We kunnen naar huis. Of wil je verder? Ja, we gaan wel verder. Nee, we gaan door. We gaan door. Thijs, je begint met zilver. En Randy begint met een stukje blik. Dus ja. Het geluk zit nou niet even niet aan mijn kant. Maar dat maakt niet uit. Het is denk een stukje blik, jongens. Een nette 78-80. Ik zal het even laten horen. We zitten in de kloot hier. En laten zien. Nou, hij is redelijk stabiel. Ik dacht dat hij een nette 180 zat. Ja, dat had hij al. Dus ja, er zit wel iets in. Geen idee wat. Maar we gaan even samen kijken. We gaan redelijk bovenop. Zoals jullie zien heb ik de grote spoel mee. Ik heb of de kleine of de grote. Maar ik heb de kleine er maar afgehaald. Even kijken.
weer een stukje scherf of iets. Een stukje scherf. Het is in ieder geval rond geweest. Maar goed, ik had of de keuze tussen de kleine spoel of de grote. Maar ja, het is zo groot. We hebben 3-4 uurtjes. Dus ik heb de grote maar gemonteerd. Nou, Thijs heeft een mooi signaaltje. Ik hoop dat het iets is. Ik weet niet of het... Spannend! Nee, de blik. Een stukje rommel? Ja, lood of zo. Nou, het waait een beetje. Er kwam als een 20 binnen. En er zit nog steeds. Maar volgens mij is het de grond. Dat is de reden waarom ik hem de camera er even bij pak. Je ziet het hier al, daar aan die kant. Ik hoef de pointer niet te pakken, want ik denk dat ik al wel weet dat dit een muntje is. Even kijken, in het zonlichtje. En zijn leeuwencent. Nou, redelijk een mooie moet ik zeggen. Tenminste, je kunt wel duidelijk zien dat het een leeuwencent is, want er zit een leeuwtje op. Even kijken, 1878. Nou, van Thijs was net al, oh, breekt nou een stukje af. Die kans zit 1 cent waarschijnlijk. Ik kan het niet heel goed zien. Maar goed, 1878. Die van Thijs was ook rond 1848 geloof ik. Het zal in ieder geval rond 1850 zijn de stort dat hier ligt. Zo, een stukje versiering van iets. Je kunt nog een beetje de versiering zien hier op dat bovenkantje. Nou, ik verwacht dat het van een, ik denk haast, dat het van een speelgoedgeweertje is uit de oude tijd. Zo, daar lopen we dan. En ik wil zeggen, bijvondjes is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Als je goed kijkt op de grond terwijl je aan het metaaldetectoren bent. Metaaldetectoren? Geen idee. Dan zie je nog wel eens dingetjes op de grond liggen. Dus let altijd goed op als je wel bezig bent. Kijk gewoon naar de grond, kijk naar de scherven, dat soort dingen. Want er zitten vaak wel leuke dingen bij. Ik heb hier bijvoorbeeld een stukje scherf. Er zit nog een stadswapentje op. Nou, dat is wel heel erg leuk natuurlijk. Omdat je dan eigenlijk ook kan determineren van, goh, waar komt deze grond nou weg? Nou, deze heb ik nog niet kunnen determineren. Dus ik hoop dat jullie het weten. En ik vraag ook nu aan de kijker. Of jullie misschien kunnen identificeren waar dit stadswapen vandaan komt. Dus dan weet ik ook waar deze stadsgrond vandaan komt. En die komt waarschijnlijk weg waar deze plek is. Nou, ik heb al gekeken. Zolder is het niet. Kamp is het niet. Want ja, we zitten wel in het oosten van het land. En Zolder is een van de grotere steden daar natuurlijk. Ik weet het niet. Hierboven zie je een kleine burcht. En hier denk ik 3 zwaluwen. De roosjes weet ik niet. Ik denk dat het meer versiering is. Maar goed, ik heb geen idee. Dus het is wel leuk. Leuke vondjes, leuke bijvondsten. Dus kijk ook naar beneden. Is mooi voor in de kast. En het volgende kwam binnen op de Manticore op nummertje 40. Huppatee, 1, 2. Nou, het is een of ander tandwieltje. Ik denk ook dat die daarvoor gebruikt is. Het kan een wieltje van een kandelaar zijn. Zo'n oude of zo'n olielampje. Die kon je dan opwinden. Maar ik zie geen gaatje of iets hier in het midden. Dat je hem waar die echt aan vast zat, een stokje. Dus of het kan een stukje versiering zijn geweest, iets van een zonnetje of zo. Maar het zijn een van die dingetjes. Dus of het tandwieltje van iets, dat het ergens in zat en moest tandwielen op een ander tandwiel. En even kijken, een aandraaidingetje voor een oliekandelaar. Of misschien een stukje decoratie. Nou ja, mocht je dit ook weten, laat het even weten. Nou, we hebben er prachtig weer bij, jongens. De zon schijnt. De wind is niet al te. Dus wij zijn weer blij. Zo, ik zei even bij Thijs. Even iets gevonden. Ja. Een knoopje. Volgens mij een bolknoop noemen ze dat. Ja, dacht zoiets. Ik. Weet ik niet zeker. Als iemand het weet, laat het even weten. Nou, verder had jij mammeltjes. Ja, nou dit is... Mooi zilver. Zie je het? Iemand hier? Ja. En, die was van de vorige keer, hè? Ja, deze twee. Nog gedaan, rails. Maar ja. Oké. Nou ja. We staan op de helft ongeveer nu. Ja. Denk ik van het landje. We hebben nu 1 baantje gepakt. Bij 1 baantje, ja. En anders gaan we terug naar het zilver. Misschien ligt er meer. Ja, misschien wel. Zo, ik heb hier een duitje gevonden. Want we waren net in die gaten bezig. Hier kwam een stuk ijzer van Thijs uit. En hier had ik mijn muntje. Maar ik wist niet dat het een muntje was, dus ik had iets anders gesignaleerd hier, wat heel klein was en op ijzer leek, fietsding of zo, weet ik wat. Maar toen ik er overheen, en toen lag er dat 50 hier lag er nog in, dus dat was deze.
volgens mij hier boven mijn nagels, zie je een golfje. En dat duidt op een Zeelandia duidt. Dus ik zal ook hier een voorbeeld van plakken, hier aan de onderkant. Kijk eens, deze jongen vrolijk. Ja. Je hebt zilver, 25 cent. Maar deze jongen is ook vrolijk, want hij heeft 10 cent zilver. Hoppa. Kijk eens. Mooi jongens, mooi kopje erop. Het is een klein die ding. Het is een klein, ja, 10 cent. Nou, Thijs hoop ik ook nog dat hij er eentje vindt. Het zegt net al, dan komt hij al binnen. We zullen zo even gaan kijken. We leggen hem voor zijn spoel. Oh, hij is wel heel mooi. Hij is heel mooi. Kijk Thijs, kijk Thijs. Oh, zo. Hij is strak, hè? Welke Willem dan? Dit is 1849. Ja. Hetzelfde jaar als mij bijna. Ja, volgens mij hetzelfde, ja. Die Jozef was volgens mij ook 49. Kopje is nog wel redelijk mooi. En kijk, dit is Willem de tweede. Ja. Dus die Jozef is waarschijnlijk ook een Willem de tweede. Mooi jongens, mooi. Ik hoop dat het een beetje scherp is voor jullie. Maar we hebben in ieder geval allebei zilver. Dus ja, Thijs zegt het al, we gaan voor de hat-trick. Ja. Dus dat betekent of jij of ik nog, hè? Ja, of allebei. Of allebei een hat-trick. Dus dat betekent ja. Jij drie, ik drie. Ja. Nou, we zullen het zien, we zullen het zien. Dit is een hele mooie, hele mooie. Ik ben blij, ik ben blij. We hebben zilver. Hoppatee. Bijna vergeten van alle hectiek. Want we gaan nog even kijken waar die van hem op binnenkomt ongeveer. Kunnen we dat zien ergens? 60. 60. Dus alle 60 is gegraven, dan heb je ook een zilveren dubbeltje. Ja. Dus ik kom wat lager binnen dan een kwartje. Ja, precies. Ja, want dat kwartje is dikker, hè? Ja. Dikker metaal, dus je komt ook wat hoger binnen in de cijfers. Ja, mooi. 10 cent. 10 cent. Ik ben blij. De cijfers veranderen nu een beetje, maar... Ja. Nou, je hoort het al. Meneer heeft weer beet hier. Een blokje of zo zit hier. Oh, je hebt ook zo'n blokje? Ja. Ja, ik had ook een blokje. Er zitten drie streepjes in aan de andere kant. Ja, ja. Ja, ik weet ook niet wat het is. Is het je momschaaf of zo? Nee. Nee, is niet van een... denk het niet. Nee. Zo'n vreemd stukje lood. Het is in ieder geval lood, maar... Het is wel lood. Het is wel het gewicht van lood. Ja, ik weet niet wat het is. Nou ja. En vanaf hier tot de auto helemaal daar, dat is denk ik nog een uur of anderhalf uur. Dus er kunnen nog heel wat mooie vondsten hier liggen. Ik heb hier in ieder geval een Willemscent. Dus wel weer een aanduiding dat hier ook nog wat ligt. Dus het blijft mooi op dit spoortje hier. En dan hoop ik dat er wat leuks ligt. Ik dacht eerst hierheen te gaan, want het was het donkerder daar. Maar ik zie dat het gewoon natter is. Daarom is het donkerder. Dus ik blijf gewoon op dit strookje. Ga hier rechtdoor. En dan hoop ik dat er wat leuks ligt. Dus blijf kijken. Zo, een knijploodje. Kwam op 42 binnen. Volgens mij zie ik staan CMC. Die is in ieder geval iets met CM. Hier 1, denk ik. 1 eenheid. Nou, ik heb verder geen idee hoe wat. Achterkant is... ja, zou ik zeggen kaal. Maar hij is niet kaal, maar... Ik kan er niks van maken in ieder geval. Dus ik heb geen idee waar dit wegkomt. Ik denk ook dat het moeilijk te traceren is. Nou, ik denk de andere helft dat het Willemscenten wordt. Zoals je hier ziet weer het wapentje met 1 cent. En de andere kant, ik denk niet dat hij heel duidelijk is, maar er staat een W'tje op. Nou, als je het goed ziet, daar staat er een W. Ik heb nog recht naar je toe liggen. Jawel, en de derde. Ik loop nu op een stukje waar alleen maar van die kleine muntjes liggen. Dus we gaan zien. Nou, jullie weten al wat dit is, denk ik. Zo'n makkelijke grond zo. Dat aardappel wel. Even kijken of we hem kunnen vinden. Zie je nog?
heb mijn grasmes niet mee, dus dat is weer lastig. Ik denk dat dat een groot stukje is. Iets groter. Ik denk dat dit het is. Een gouden dopje. Een gouden dopje. Helaas. Zo, kijken jullie zo door het gaatje heen. Maar wat is het? Kijk eens jongens. Het is een mooi fragment van een stukje wat op een kistje zat. Een juwelenkistje of een kistje waar wat geld in zat. Dus Thijs zegt al, dat kistje heb ik al. Jij mag dit ding hebben. Dus ja, helaas weer. Wel leuk, wel een leuke vondst. Zo, ik loop weer ergens naartoe. Dan kan er maar één zijn, dat is Thijs natuurlijk. Ja. Nou, wat heb je voor moois gevonden, jongen? Een loodje. Oh, dat is wel leuk, ja. Er staat ook nog wat op. Ja. En wat staat er op? Ja, ik kan het niet echt lezen. Niet? Nee. Ik kan niet zoveel... We gaan het proberen, jongens. We gaan het proberen. De Vliet. Staat onderaan. Dat is een korenmolen. Volgens mij op de Zaanse Schans. Volgens mij heb ik ook al een keer zo eentje gevonden. Is dat hier in de buurt? Dacht ik hoor. Wormerveer. Oh, daar komt volgens mij komt Ruud ergens van die kant af. Dus dat is een beetje... Dus bij Amsterdam daar volgens mij in de buurt. Komt die grond denk je dan helemaal... Ja, dat zou best kunnen dat het daar wegkomt. Dus misschien het wapentje ook wel van die kant. Ik heb geen idee. Is dat Romeins? Dat? Nee, dat is geen Romeins. Die loodjes die werden op zakken geplakt. Ja, ik bedoelde van, is Amsterdam Romeins geweest? Nee. Het is net daar onder de Rijn, zeg maar, waar de Romeinen mee zijn geweest. Maar goed, hier staat De Vliet. En ik meen dat een van de kijkers heeft dat een keer voor me opgezocht. Zegelood van Meelood. West Zane en Laan Meelfabriek De Vliet. Meeloodjes werden historisch gezien vaak gebruikt in de meelindustrie om zakken met meel te verzegelen. Ze werden bevestigd aan de zakken om aan te geven dat de inhoud onaangeroerd was en van goede kwaliteit. Dit zegelood is een meelood die afkomstig was uit de fabriek in Wormerveer. West Zanen en Laan, Meelfabriek De Vliet. Hé, hey, maar je hebt ook een kanaal, hè, zei je? Ja. Hoe heet jouw kanaal? Metaaldetectie Matthijs. En ik post af en toe wel eens een filmpje. Oh, je hebt Matthijs? Ja. Je zegt Thijs? Nee, Thijs. Gewoon Thijs. Afkorting. Ja. Lekkere afkorting. Ja. Dus metaaldetectie Matthijs? Matthijs. Oh, met Thijs. Oh, ik dacht Matthijs. Oké, okay, dus metaaldetectie zal meer onderplakken. Heb je een mooi logoetje ook? Of? Nou, ik heb van die grote munt die ik heb. Ik ben nog bezig met een logo aan het maken. Oh, oké. Okay. Nou, mooi. Ik zal het hier onderplakken. Volg metaaldetectie met Thijs. Dankjewel. Vast. Ook even. En doe even een abonneertje, even een likeje ook op zijn video. Want jij gaat een videootje posten ook van dit? Ja, of? Ja, die gaat zeker een video van maken. Nou, moet je nog wat zeggen tegen de kijkers? Mooi. Ja, wat zeg jij? Nou, muntje. En ik dacht het muntje. Dus en nu is het zilverdubbeltje. Oh, hebben we geluk, hè? Ja. Hij zei serieus nog in de auto tegen mij. Ik heb nog nooit 10 cent gevonden. Nog nooit een kwartje. En nu gelijk twee of zo. Nu gelijk een allebei. Jongen, jongen. Kijk nou, wil die scherp stellen? Ik kom wel hoog binnen deze. Nou, dan weet je daar, dat je daarop moet zoeken. Achterkantje ook mooi. Ja. Ja, hij is net zo mooi als die ik had. Dus Willem 3, denk ik. Heeft een baard. Hans Zoldersum zegt altijd dat het op een aap lijkt. Die Willem de 3 of zo. Ja. Volgens mij zit Willem 3, denk ik. Die andere was al kaler. Ja. Kijk, wat staat erop? 18. Ik kan het net niet zien. 1868? Ja, dan denk ik dat het 3 is. Denk het wel. Nou, hebben we al 2 keer zilver. Weer een blij jongen. Ja, en een hattrick zilver nu voor ons, hè, samen. Ja, we hebben gelijk 3. Daar hadden we het al over net aan die kant, dus dat hebben we alweer gehaald. Okay. Huppatee, gefeliciteerd man. Ja, yes. Dankjewel. Yeah, high five. Yeah. Weet je niet wat het is? Ja, misschien jij wel. Is het niet een accu-klem of zo'n accu? Ja, kan best. Ja, hier ligt nog iets. Je hebt 2 signalen, zei je. Ja. Ik denk als het is van een accu is, dat er bovenop de accu zit. Of een half Willemscentje, denk ik. Oh ja, dat is een Willemscentje. Ook zo'n kleintje. Nou, ik heb ook wat raars. Geen idee wat het is. Deze kant is kaal. Lood, het is wel lood. Ja.
Ik vind het zo raar dat hier van die gaatjes in zitten. Misschien ook verzegeling, hoor. Ja, dat zou kunnen. Of een, misschien een knoop of zo. Ik heb geen idee. Ja, wie weet. Als jullie het weten, laat dat dan even weten. Want ik ben wel benieuwd wat dit is. Nog nooit gezien. Het heeft een beetje de structuur van een vingerhoedje, zeg maar. Ja. Apart. Nou, dit is uit de grond gehaald. Het lijkt op een beertje. Zo van de achterkant. Thijs, wat denk jij? Kijk, ja. Het heeft niet zo'n beertje weg. Of misschien een Winnie de Poel. Poel, ja. Dat zou ook wel kunnen, ja. Nee, ik heb geen idee wat het is. Misschien van een horloge of zo geweest. Want hier zat wel een binnenwerkje in. Ja. Ik denk zoiets. Iets van een pocketwatch of zo. Weet ik wat. In de vorm van een beertje. In jouw geval Winnie de Poel. Winnie de Poel. Yes. Nou, ik heb denk ik zilver. Het lijkt echt zilver. En het ziet er heel apart uit. Een beetje middeleeuwsachtig. Een phoenix of zo. Maar volgens mij is de knoop of iets. Volgens mij wel, ik denk wel zilver. Ik vind het jammer dat ik hem niet gefilmd heb live. Dan lijkt het weer of dat ik het nep doe. Maar dus we hebben nog nooit een nep gedaan. Ik had er net even met Thijs over van god, er zijn wel kanalen op YouTube waar het wel lijkt of dat het nep is. Maar bij ons echt 100% real. Nou ja, kijk eens jongens. Ik weet niet wat het is. Het lijkt op zo'n draak of een Chinese draak. Weet ik wat. De phoenix. Ik zie wel dat de knoop is, want hier aan de binnenkant staat nog tekst. En ik denk dat het zo'n. Ik denk dat het zo'n maker is. Een knoopmaker is, wat ik moet zeggen. Ja, dat staat vaak aan de binnenkant. Dus het is in ieder geval een knoop. En het oogt op het randje zilver. Dus ik denk ook wel dat het zilver is. Als ik het zo zie glimmen. Die gaat voor de hat-trick. Nou ja, we hebben nu allebei dan zilver, hè? Allebei twee. Ik heb een zilveren knoop. Deze, 10 cent. En jij hebt? Kwartje en 10 cent. Daarom. Nou, we gaan kijken wie de winnaar wordt. Want we hebben nog een grof uurtje. Ja, zoiets. Dus we gaan nou wel in de buurt zoeken hier. Want daar lag... moet ik even goed zeggen. Hier ergens lag een kwartje voor jou. Ja. De 10 cent lag daar. Mijn 10 cent lag aan die kant. En hier ligt weer zilver. Dus ik denk dat we wel in dit hoekje moeten blijven. Om te kijken of er nog meer zilver ligt. Dus we gaan kijken wie de winnaar wordt van vandaag, jongen. Ja. Deze verzilverde knoop, die is gevonden door Randy van Pascaliber Metaaldetectie, is gemaakt in Londen, waar het bedrijf Firmin & Sons als gevestigd zit sinds half 1600. Firmin & Sons is gespecialiseerd in export en internationale verkoop en in de productie van metaalwerk. Firmin & Sons produceert met trots in het Verenigd Koninkrijk sinds 1655, waarmee het oudste productiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk is en een van de oudste nog bestaande ter wereld. Liveryknopen zijn historisch gezien knopen die werden gebruikt als onderdeel van de livery, de uniforme kleding die werd gedragen door bedienden en personeel in dienst van adellijke huishoudens, overheidsfunctionarissen of bedrijven. Deze knopen dienden vaak als decoratieve elementen op uniformen en konden specifieke symbolen, emblemen of initialen bevatten om de herkomst of het gezag van de drager aan te duiden. Het gebruik van de fenix op deze knoop kan als symbool bedoeld worden of een bepaalde betekenis hebben voor de organisatie of persoon die de livery droeg. De fenix is een mythische vogel die vaak wordt gezien als geboorte en onsterfelijkheid. Nou, de mooie 72 op de Gerrit is 200i. Ja, maar waar die nu is, dat weet ik niet. Ik denk dat hij in het gat zit. Je hebt een halo-effect. Ja, op het moment dat je de grond kapot maakt, dan is dat effect weg. Ja, dan kan hij het niet meer goed zien. Dus het is wat kleiner. Misschien moet ik even een schepje uitgraven. Oh ja, hier zie je. Oh, zit hij wel. Aan de rand ergens. Of was het hier? Was het hier? Of was het daar? Ja, ik denk dat hij nog in het gat ligt ergens. Nou, dat gaan we graven. Misschien pakt hij hem nu wel. Als hij er weer brood uit is. Ja, ik weet niet, hij ligt er wel in. Hij is wel nog... Sigaar? Oh, valt wel mee, hij heeft een beetje smerig alleen. Ja. 1880. Zeker, ja. Eén jaartje ouder dan die andere van mij. 1 cent. Nou, leuk. Weer een leeuwencent voor jou. Nou, we hebben best wel muntjes gevonden al nu, of niet? Ja, hoeveel denk je? Stukken 5? Nee, ja. Ik weet niet, kleine muntjes, grote muntjes, we hebben van alles wat. Dus kwartjes, dubbeltjes. Ja. Nou, we lopen ook bijna tegen het einde. Misschien wel één of twee keer gaan graven. De auto staat achter het bultje daar en dan
Dan zien jullie zometeen bij de outro. Wil je nog wat laten zien? Vijf. Ik heb er nu vijf. Oh, kijk aan. Met zoveel erbij. Oh, we gaan die zo van mij even vertellen. Zo, we zijn weer aan het einde gekomen van onze zoeksessie samen. Ja. Het was een mooie zoeksessie. Allebei zilver. We zullen even de vondsten laten zien. Beginnen bij jou of bij mij? Ja, met mij niet uit. Beginnen bij mij. Nou, even kijken jongens. Ik heb alles uitgestald hier. Dit is al de rommel wat ik heb gevonden. Dus ja, er zat wel het een en ander aan het troep bij. Er zijn veel lipjes nog, van alles wat. Rotzooi in ieder geval, dat gaat mee terug in de zak. Dan gaan we hier naar de gebruikersvoorwerpen. Muurhaakje. Dit is ook iets met een muurhaakje. Ik weet niet zeker waar dit voor gebruikt werd. Stink ook wel zoiets. Ja. Even kijken, die andere weet ik nog niet zeker wat dit is. Het leek op het tandwieltje van een olielampje. Maar ik zie geen midden. Een middenstukje. Ja, of een tandwieltje of geen idee. Loodje. Een loodje. Dit is een, ik denk een platgedrukt, hoe is het, een vingerhoedje. Denk ik hoor. Dit is een stukje lepel. Kunnen we zien, dat is een beetje rond aan de onderkant. Dit is een of ander tolletje van iets. Ik denk misschien dat die twee samen hebben gewerkt. Kan ook. Die een touwtje erin ging en hier ook omheen. Geen idee. Het rare Winnie de Pooh stukje. Even kijken, dan hebben we hier nog een sleutelgaatje van een schatkist natuurlijk. Een juwelenkistje. Dit is een wapentje. Waarschijnlijk een hondenbelastingpenning plaatje. Even kijken, dan gaan we naar de voorwerpen, de oogvondjes. Oogvondjes ook hier blauw, groen. Nou, het is een oude pot, oude kruik. Is ook wel leuk om te vinden. Even kijken, wil die met scherp stellen? Jawel. Oude kruik, nou, wat plastic knoopjes, pijpenkopjes. Het is allemaal indicaties dat het stort is. Dit is ook wel een leuk pijpenkopje. Versierd. Ja, het is een beetje een versierde rand zit eromheen. Dus ja, je kunt ze vinden in allerlei soorten en maten. En ook heel mooi versierd. Nou, dit is ook een van die dingen. Hier een stukje rood, een stukje blauw. En ja, dat zijn ook leuke vondjes. En hier nog een wapentje natuurlijk. Ik heb geen idee wat het nog is. Dus weten jullie het, laat het even weten. Dan weten we ook waar de stort waarschijnlijk vandaan komt. Zo handig, ja. En jij hebt al iets uit Wormerveen. Dus ik verwacht dat het ergens uit het westen van het land komt. Ja, zoiets. Ja. Nou ja, dan gaan we hier naar de muntjes. Ik heb nog muntjes. Even kijken, leeuwencent. Dit was die Zeelandia. Dood. Dan heb ik hier waarschijnlijk een Leopold was dit. Die heb ik net nog gevonden en hier gefilmd. Dit is toch een gesp? Oh ja, die zit bij de rotzooi. Nou, het is een gesp, ja, maar het is niet zonder volgens mij. Als je hem wil hebben, mag je hem hebben. Nee. Nou, en hier twee Willemscenten. Hier allemaal halve Willemscentjes. Ik heb er best wel gevonden, 7 stuks. En dan hier mijn mooiste toppers van vandaag. 2 keer zilver. Waaronder deze Phoenix of wat het ook mag zijn. Ik kan me herinneren dat ik in Engeland ook zoiets heb gevonden. Maar dan met zo'n apothekerskind erop. Zo'n gekleurd iemand. Wat zei je, Thijs? Ik denk dat het 6 uur was of zo. Is dat die kip die je zocht? Ja. Hij was zijn kip kwijt. Ja, hij was zijn kip kwijt. Maar hij was voren gevonden. Hier is hij. Jawel. Hij is een beetje laat om te googlen. Of is dat een haan? Dat is een haan, denk ik. Nou, ja. In ieder geval, dit is zoiets had ik in Engeland gevonden. En deze werd altijd gebruikt vroeger voor knechten en zo. Die in een huizen, grote, dure huis werkten. En aan dit kon je dan zien dat die persoon daar werkte. Dus ik zal nog even informatie opzoeken. Die heb ik vast al in de video geplakt. Maar goed, dan weten we ook weer wat dat is. Hier een mooi 10 cent. Willem Koning de Tweede. Deze is wat kaler. Dus hij fietst hem in de baat en hij is wat kaler. En die van Thijs die heeft zelfs goed dus een baardje en wat haar. Dus ja, dat is wel leuk. Dit waren mijn vondsten. 3,5 minuut, jongen. 3,5. Van mijn vondsten. Nou, jouw vondjes? Waar beginnen we? Bij de oogvondsten. Bij de oogvondsten. Vertel. Ja. Wat Del is blauw. Ja. Een stukje van een... weet ik eigenlijk niet, een bord of zo? Nee. Ja, jawel. Dat zou wel kunnen, ja. Ja. Of een kopje, allemaal. Ik dacht gisteren dat het een knikker was, maar het is... Dat kan niet, want er zit hier nog een... Het is afgebroken van iets. Ja, een stukje porselein van een dekseltje of iets. Zoiets. Nou, een pijpenkopje die nog versierd is. Ja, die was wel leuk, ja, want die liet het zien. Ik zal hem even een beetje in het zonlicht houden. Even kijken of we het kunnen zien. Je ziet hier aan de... Even kijken, nee, zo is beter. Hier zie je nog een huisje boven mijn smerige nagel. Een soort van huisje met een schoorsteen en dan daarboven zie je rook. Dus het is wel mooi versierd. En hier heb je zeg maar het akker. Dus ja, wel leuk. Een beetje een boerderijachtig. Een versierde peperkoop. Ja, dat is wel leuk. Dit is een porseleinen hoofdje van iemand.
Ja, zo'n vrouw, Hofie, een beetje smerend oog, maar... hoedje op. Zo, nu zie je het iets beter. Ja. Ja, nou, ja, hoedje dat... op, gezichtje, porselein op opje ook, denk ik. En wel, wat, zie je het glas. Ja. Nou ja, dit is nog niet zo heel bijzonder. Nee, nou, ook leuk. Ook wel, leuk. Nou, we beginnen bij de zilver. Oh, begin bij zilver, ja. Zilver kwartje, dubbeltje uit... Ja, 10 cent. Dus Willem 3. Dus Willem 3, die heeft een baard, die kijkt op de andere kant op, geloof ik. Ja. Dus ja, wel mooi. Mooi poetsen thuis. En dus, dan stuur je nog even door dan. Dan kunnen we een video plakken. Dan plakken we ze hier even naast. Dus hier de 10 cent. En dan die andere kwartje, die plakken we dan even aan de onderkant. En ook die ene, die Duitse munt. De, welke die, die zo groot... Die zo... Ja, die mag je ook nog. Want hij heeft nog een Duitse munt gevonden. Niet hier. Ja, maar wel, een stukje terug. Wel in de buurt. En dat was een hele mooie munt, dus die plakken we ook even hier. Nou, dit is een kwartje. Dit is een kwartje, ja. Ook van Willem 2, maar aan de achterkant moeten we nog even schoonmaken. Ja. Dat is nog helemaal vies. Nou, ik ben benieuwd hoe die eruit komt. Nou. En hier nog wat versieringjes. Of, oh nee, je hebt hier nog muntjes. Oh ja, hier nog een Willemscent. Ja. Ja, een Mikal. Nog een leeuwencentje. En nog een leeuwencent. Ja. En nog 2 halve centjes. Ja, halve deze is door midden. En nog een klein hulsje, helemaal afgebrokkeld. Ja. Een bolknoopje. Ja. Vond ik een beetje aan het begin. Een versierd iets van lood. Ja, wat dit precies is geweest, dat weet ik niet. Anders laat het maar even weten. Ja, wij hebben ook geen idee wat het is. Het lijkt op een geweertje of iets. Of ja. Een beetje scherp stelt. Maar hier lijkt een touwtje aan te zitten waar dan wat lucht doorheen ging of zo. Of iets. Of misschien wel van een ouderwets aansteker. Ik heb ook geen idee. Dus mocht je het weten, laat het even weten. En dan had je nog... Een muurhaakje. En nog een loodje van de molen. Oh ja, van de Vlijt. Ik zei de Vliet geloof ik in de video, maar hier, dit is de Vlijt. Ja. Oh, de Vlijt. Op zich, we hebben het niet slecht gevonden. Nee, we hebben zeker niet slecht gevonden. We hebben allebei 2 keer zilver, jongen. Ja. Jawel. Vier uurtjes gelopen. Ja, we hebben 4 uurtjes gelopen. Het is best wel wat gelopen. Kun je zien aan de rommeltjes en de troepjes. En ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk hebben gehad. Ik hoop ook dat jij het leuk hebt gehad, Thijs. Ik heb het zeker leuk gehad. Mooi. Morgen ga je nog terug, toch? Ja, dat denk ik wel. Morgen of volgende week. Morgen gaat hij nog even terug naar dit landje en dan haalt hij de rest van het zilver en het goud op. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. En tot de volgende week. Bye bye. Mooi.